De 21ste Nationale Voorlees- en Verteldag vandaag wordt dit jaar vanwege de COVID-19-pandemie niet als gebruikelijk herdacht. Deze dag is bedoeld om extra aandacht te vragen voor het belang van voorlezen en vertellen aan jonge kinderen. Het initiatief voor deze Nationale Dag komt van de Voorlees- en Vertelclub Tobidep. Zij deden de afgelopen jaren de aftrap van deze herdenkingsdag met een launch van de Nationale Voorlees- en Vertelweek. Dit jaar richt de organisatie zich op groei naar eigen identiteit, waarbij er aandacht gevraagd wordt voor het begrip verantwoordelijkheid. Tobidep wijst er verder op dat lezen een bijdrage levert aan een positieve taalontwikkeling. Daarom is het vandaag ook belangrijk dat er stil wordt gestaan bij het feit dat taalachterstand ook een denkachterstand kan betekenen. Dit jaar is de Nationale Voorlees- en Vertelweek vanaf zondag 28 februari tot en met zondag 7 maart. De stichting FIBOS zal in het kader van deze dag vanaf morgenochtend elke vrijdag een voorleesfilmpje uitzenden. Deze films zijn onderdeel van het project Score Doro, dat elke morgen via kanaal 12.2 wordt uitgezonden. Dus morgenochtend kunnen de jongens en meisjes, maar ook de ouders, gaan genieten van een voorleesfilmpje geproduceerd door FIBOS.